Cartoons tekenen is een kunst. Kort op de bal spelend van de actualiteit, schertsend bedoeld met een kwinkslag in een tekening ongezouten uw mening weergeven. De cartoons van Mark Vlerik zijn ongezouten met een vleugje pikant. Nadenkertjes en soms om rode oortjes van te krijgen. Ideeën die tot stand komen als een menu van de dag. De inspiratie, het dagelijks nieuws. Zeg maar niet alledaags, maar er worden dikwijls nagels met koppen geslagen. Een beetje ondeugend, spelend met woorden, een andere kijk op de maatschappij weergeven. Mark Vlerink gaat geen onderwerp uit de weg. Honderden cartoons toverde hij reeds uit zijn potlood. Er verschenen reeds enkele albums, onder andere Kees met als titel Worst Kees Scenario en De Belevenissen van Stommeke. Twee veelzeggende titels. De cartoons zijn momenteel te bezichtigen in het Vloeren Foefke, gelegen in de Molenaarstraat nummer 3 te Gent.